Goedemorgen, welkom allemaal. We gaan vandaag weer kijken wat de energie is. Ik neem daarbij een Gaia Oracle deck. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op mijn kanaal, jullie liefde en licht, jullie positieve berichtgeving, jullie warme energie. Jullie vele nieuwe abonnees, vertrouwen in het kanaal. Mocht je hier nieuw zijn, van harte welkom. Als je graag deel uit wil maken van deze familie, dan abonneer je op het kanaal. Dan zit jouw energie bij ons. En dan zullen de readings nog beter met je gaan resoneren. We gaan eens kijken, wat is de energie voor vandaag? Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Nog meer berichten? Wow. Nog een ander bericht. Dank u. Dus even kijken. We hebben hier liggen nummer 18, maak 9. En nummer 14, maak 5. En nummer 37, maakt 10. Nummer 18, apprehension. Je voelt je een beetje down. Misschien heb je wat twijfels, misschien heb je wat angsten. Ga daaruit, ga de natuur in. Probeer thuis ook wat frisse lucht naar binnen te krijgen, ook al is het wat kouder. Als je al een poosje in mineur zit, probeer dan je huis ook te ontdoen van deze zware energie. En dat kan je doen door gedroogde salie of bepaalde houtsoorten te branden in huis. Palo Santo bijvoorbeeld. Als je dat niet voor handen hebt, dan kan het ook simpel met wierook. Alles goed in je huis met het wierookstaafje langs gaan. Alle hoeken, voornamelijk bij deuren, donkere hoekjes, kamers of plekken waar het donker is. Ga heel je huis langs. Zet de ramen open. Want alle negatieve energie moet weg kunnen, moet naar buiten kunnen. Goed even ventileren. Na een half uurtje heb je al genoeg. Dan zal je merken dat je energie ook gaat veranderen gaandeweg. En probeer dan ook die positieve energie aan te houden door aan positieve dingen te denken, vrolijkheid in huis te brengen. Dus gezellige muziek, maak het gezellig en fijn thuis. Alles wat warmte uitstraalt, harmonie. Als je van de kerst, van de gezelligheid houdt. Brand om wat extra kaartjes of licht. Witte kaarsen kunnen ook helpen om de energie puur te krijgen en te houden. Rode kaarsen staan voor liefde. Dus als jij meer liefde in je leven wil, liefdevol wil zijn, meer compassie, doe dan rode kaarsen branden. En zo heb je nog allerlei andere soorten
kaarsen en rituelen. Maar dat voor nu. Dus kom uit die zware energie. Dan hebben we purificatie, vuur. Die kwam er wel ondersteboven uit. Dus dit is misschien een punt van aandacht. Misschien heb je wat weerstand tegen verandering. Dat kan ook. Misschien heb je wat weerstand tegen de naakte, pure waarheid. De essentiële dingen van het leven, de puurheid, de heelheid. Misschien doe je niet graag kwetsbaar opstellen. Toch is de tijd daar om dat te gaan doen. Je kan, zoals ik net zei, je huis puur maken met vuur. Dus met die kaarsen waar ik net al over begon. Dat zei ik natuurlijk niet voor niks. Of met wierook. Je kan ook als je kaarsen brandt en je ziet dat het vlammetje beweegt, dan weet je dat er energie bij is. Wees niet bang. Kunnen vaak liefdevolle energie zijn. Vaak zijn het mensen, je spirit guides of overledene mensen. Je ouders kunnen dat zijn, overleden huisdieren. Of andere goede vrienden of kennissen. Wees daar niet bang voor. Voornamelijk als een kaars beweegt, en dan heb ik het over het vlammetje. Dan kan je ogen sluiten en gewoon vragen van wie is aanwezig. En eigenlijk het eerste gezicht wat je ziet, of de eerste naam die in je opkomt, dat is degene die bij je is. Het kan zelfs zo zijn dat als iemand aan je denkt en gewoon nog onder de levende is, dan kan het ook wel eens zo zijn dat die energie naar jou toegestuurd wordt. Dus het hoeft niet altijd een overleden persoon of dier te zijn. Wees niet bang. Het is altijd positief. Tenzij het negatief aanvoelt, maar dat komt maar zelden voor. Tenzij je met energieën werkt. Maar goed, voordat je met energieën gaat werken, dan is het raadzaam om je daar eerst in te verdiepen. Dus ga uit die zware energie. Maak jezelf puur, maak je huis schoon. Ga zelf ook puur leven. Dus minder of het liefst helemaal geen alcohol. Let op de voeding. Hoog vibrerende voeding. Dus heel veel fruit. Heel veel groentes. Snij het zelf. Geen sauzen. Dus puur gezond eten. Veel water drinken. Frisdranken. Hou het lichaam puur. Het liefst ook niet roken of wat minder. Iedere dag verse lucht in huis, zodat ook de goede doorstroming, die flow in huis is. Als je mensen over de vloer hebt gehad die niet goed aanvoelde, dan ook maak je huis daar waar ze geweest zijn. Reinig dan je huis weer voor puurheid, voor zuiverheid, witte kaarsen branden. En dat kan eigenlijk gedurende de hele dag. Je kan ook gewoon een simpel wit theelichtje, dat is ook al goed. Wil je meer liefde, meer compassie? Dan rode kaarsen. En dan hebben we hier als derde kaart nummer 37, maak 10. 9 van harten heet deze kaart. Nou, ik zie hier heel veel spiritualiteit in. 10 staat natuurlijk voor beëindiging van een cyclus en
voor transformatie. Ik zie heel veel liefde en compassie met al die hartjes. Liefde voor de natuur, voor moeder Gaia. Het alziend oog van Horus zie ik. Dan moet ik zelf denken aan intuïtief, maar ook aan ons derde oog. Goddelijkheid, een ster, puurheid, de kosmos, het universum, het goddelijke. Misschien ook een beetje de kerst daarin. Ik zie hier ook takken, dat doet me denken aan de stam van de kerstboom. Gezelligheid, lichtjes, harmonie, maar ook dat je beschermd wordt, dat je je voldaan voelt, harmonieus, warmte, gezelligheid in huis, dat je geliefd wordt, dat soort zaken. Ik ga gewoon even wat verklaring nog vragen. Misschien zijn er wat boodschappen die ik nog niet verteld heb. En mag ik je die alsnog doorgeven? Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat moeten wij nog meer weten over apprehension? Nummer 18. Apprehension. Nummer 18. Er komt maar één kaartje uit. We pakken de onderste kaart mee. We hebben de gehangende. Kan zijn dat je gewoon op dit moment een beetje vast zit. Ik snap dat wel. We zitten met de feestdagen. Iedereen zit binnen. Weinig contact. Isolement. Lockdown. Geen gezellige feestjes. Niet je lekker een leuk mooi maken. Mooie kleding. Gaan dansen, gaan eten, bij familie enzovoorts. Maar maak het gewoon toch gezellig en fijn. Het kan ook zijn dat je je vast voelt zitten in het feit dat je spiritueel op dit moment stilstaat. Of tenminste dat je het gevoel hebt dat je stilstaat. Maar achter de schermen gebeurt een hele hoop. Dus geef de moed niet op. Deze pauze is heel bewust. Dat je toch even nog dichter bij jezelf kan gaan komen. Dat je eventjes dus alles reinigt thuis. Dat je weer in die lichte energie komt. Die vibratie omhoog brengt. En dan kan je weer verder. Ook kan het zijn dat je vastzit in een bepaalde relatie, connectie of situatie, met je werk misschien. Ook dat, probeer dat los te laten. Dit is nu een tijd van bezinning. We hebben misschien wat extra vrije tijd door vakantiedagen, feestdagen. Neem echt die tijd voor jezelf. Verzorg jezelf. Zorg goed voor je lichaam. En geest, neem die ontspanning. Ben je moe? Ga dan gewoon wat extra rust nemen. Maak het comfortabel thuis. Als jij zin hebt om lekker in je jogging of in je pyjama te lopen, doe dat dan gewoon. Zeker als er nog niemand over de vloer komt. Neem die vrijheid en geniet er ook van. Doe jouw ding, wat voor jou het beste voelt. Het kan ook zijn dat je je gestagneerd voelt omdat je behoefte hebt aan communicatie. Zoek dat dan zeker op. Ik bedoel, we hebben allemaal multimedia, we kunnen allemaal sociale media, dus we kunnen allemaal een berichtje sturen aan diegene die we missen. Gaat het om familieleden die er niet meer zijn? Brand dan een kaarsje, praat tegen ze, ze horen je, ook al geloof je daar niet in. Je zal zien als je met ze communiceert, dat je laat of vroeg een teken krijgt dat ze je gehoord hebben, dat ze bij je zijn. Dus dat jou helpt en ondersteunt, omdat je ze mist, gewoon doen.
Ook kan het zijn dat je vanuit je intuïtie, vanuit je kennis en wijsheid, dat je anders en wijselijker gaat communiceren naar mensen om je heen. Dat is goed. Ook kan het zijn dat je behoefte hebt aan compassie, aan liefde. Vergeet dan niet om dat zelf ook uit te stralen en ook in je woorden mee te nemen naar anderen toe. Heb jij juist behoefte aan spiritualiteit? Ga dan lekker naar binnen. Volg je intuïtie. Communiceer. Draag uit wat je graag wilt manifesteren. Bedenk goed wat je wilt, zodat je uit die stagnatie komt. Ook is dit een tijd voor bezinning in de zin van in oplossingen denken. Misschien ben je je baan verloren. Kijk dan naar de oplossingen. Wil je weer een gelijksoortige baan? Of wil je totaal wat anders? Wat maakt jou gelukkig? Wat heb je altijd al willen doen? Wat past er binnen jouw mogelijkheden? Zet dat op papier. Denk daarover na. Ga manifesteren. Denk aan je toekomst. Maar ook over geliefdes. Als je vaak teleurgesteld bent geweest, zie je een bepaalde cyclus van tussen haakjes verkeerde mensen die je aantrekt. Probeer dan bij jezelf te raden te gaan. Waarom trek ik die mensen aan? Wat is er bij mij nog niet geheeld wat helen mag, waardoor ik deze mensen niet meer aantrek? Wees open en eerlijk tegen jezelf. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken. En ga die levenslessen aan. Ga die confrontatie aan. Zodat je uit die stagnatie, uit die cyclussen waar je in zit, waar je in vast bent geraakt, ga daaruit. Bevrijd jezelf. Ga uit het hoofd, ga uit die angsten, ga niet overdenken. Gedachtes, angsten, daar kan je niks mee, dat is het hoofd. Volg het hart. Wat voel je? Wat wil je? Wat zijn je wensen? Ga daar concreet mee aan de slag. Spreek het ook hardop tegen jezelf uit, zodat het ook veel wezenlijker voor je wordt. Dan gaan we nu kijken wat die purificatie, die verandering, nummer 14, wat dat voor ons te betekenen heeft. Je wil graag een nieuw begin in de liefde. Dat kan zijn zelfliefde, waar we het net over hadden. Dat kan. Ga jezelf dan helen. Dan ga je meer zelfliefde krijgen. Dan krijg je ook meer inzichten. Maak ook contact met het goddelijke, met het universum, of waar je dan ook in gelooft. Geef je meer inzichten. Laat je meer groeien, waardoor je wijzer wordt. Als je geïnteresseerd bent, ga je dan ook verdiepen in astrologie. Dat brengt je ook meer wijsheid over de persoon die je bent. En wat je missie en doel hier is. Zodat je weet of je op het juiste pad bent, of wat je eventueel nog kunt gaan aanpakken. Om aan te werken aan jezelf, aan de toekomst. Ook kan dit staan voor een nieuw begin in de liefde. Een liefde misschien waarvan je twijfelt. Of een liefde die jou afgewezen heeft. Moet ik die persoon nog een kans geven? Ook hierbij volg je intuïtie. Kijk of deze persoon echt spijt heeft. Dat hij of zij geleerd heeft van de fouten. En voel gaandeweg aan. Loop niet te snel van stapel. Wees liefdevol in eerste instantie voor jezelf. Dus respecteer jouw grenzen. Ga het gesprek aan.
Het liefst face-to-face, zodat je ook iemands energie voelt. Krijg je gelijk een slechte onderbuikgevoel, dan weet je, dit moet ik niet doen. Zeg dan altijd, als je die confrontatie niet rechtstreeks wil, dat je er nog over wil nadenken. En vervolgens kan je altijd zeggen van, het voelt mij niet goed, ik wil dit toch niet. Misschien wil je een begin maken met het geloof, met het goddelijke. Ben je bang dat het misschien niks voor jou is? Twijfel niet. Er is nooit tijd verloren. Je kan op ieder moment beginnen met je spiritualiteit of met een bepaald geloof. Iedereen wordt geaccepteerd. Hoeveel fouten je ook hebt gemaakt. We hebben allemaal fouten gemaakt. We hebben allemaal onze levenslessen. Probeer vanaf nu gewoon goed te leven, zuiver te zijn, eerlijk tegen jezelf en de ander, liefdevol te zijn. Dan kan dit gerust. Angels, Archangel, Spirit Guides voor die 9 van harten, kaart 37, wat moeten wij daarover weten? Ook maar 1 kaartje. De Fool, dus voor harmonie, voor voldoening, je wordt beschermd, het is kaart 10, dus transformatie. Als je daarin zit, als je iets voltooid hebt, durf dan die sprong in het diepe te zetten. Je wordt gesteund door het goddelijke, door het universum. Een nieuwe stap zetten, een stap durven zetten, wordt aangemoedigd, zal je harmonie, vervulling geven, liefde geven, inzichten geven, voldoening. Ook zal dat een nieuw passievol begin brengen. En die passie die is heel breed interpreteerbaar. Die passie kan zijn een passie voor het spirituele, het goddelijke in jezelf. Een nieuwe drive. Goed voor jezelf zorgen. Maar het kan ook zijn een passie voor een bepaald idee, een hobby. Creativiteit, waarin jij mag groeien, nieuwe dingen die je durft aan te pakken, zeker voor gaan. Het kan ook passie zijn, een drive voor een nieuwe uitdaging op het werk. Misschien een hele nieuwe tak van werk gaan uitproberen. Iets wat je misschien wel veel beter ligt. Doorbreek ook routines. Ga andere sporten beoefenen. Ga muziekinstrumenten bespelen. Nieuwe hobby's, nieuwe dingen leren. Ook dat zal jouw creativiteit, je energie en je passie verhogen. Ik ga nog een paar kaartjes van Miracles Now vragen ter afsluiting. Angels, Archangels, Spirit Guides, wat moeten wij nog weten? Wat zijn nog meer berichten of wat is het advies ter afsluiting? Wat mogen wij nog weten, Spirit? Oké, wat zijn er een hoop? Er was nog eentje omgedraaid. Die ga ik ook nog pakken. Zo, dank u. When I honor my feelings, I find my power in powerless situations. Als ik respect heb
en eer en eerlijkheid heb voor mijn gevoelens, dan vind ik mijn kracht in alle situaties, hoe zwak het ook lijkt. Alle situaties hebben kracht, staan ergens voor, hoe nutteloos ze ook lijken. Alles heeft een bedoeling, niets is voor niks. Overal kunnen wij van leren, ook al lijkt het in eerste opzicht niet zo. I am ready to receive love. Ik ben klaar om liefde te ontvangen. Dus probeer je dan er ook voor open te stellen. Probeer ook kwetsbaar, liefdevol, compassievol naar anderen te zijn. Dan zal je zien dat je dat terugkrijgt. Dissolve all boundaries with love. Ik laat alle grenzen, limitaties, gewoontes, dingen waar ik in vastzit, laat ik los. Door middel van liefde. When I respect my money respects me. Als ik mijn geld respecteer, dan respecteer het geld mij. Wees wijselijk met je uitgaven. Geef het niet uit aan nutteloze dingen. Geef ook eens iets weg aan een ander. En als je ook al heb je niet veel, hè, als je ziet dat bijvoorbeeld de buurvrouw die maar een klein pensioentje heeft, niet zoveel heeft, geef dan je kerstpakket aan hem of haar. Of nodig die persoon gewoon uit om bij jou iets te komen eten. Als je denkt, dat vind ik niet veilig genoeg, kook gewoon iets lekkers. Maak een toetje, bel aan, zet het voor ze neer bij hen voor de deur. En laat ze ook gewoon iets lekkers eten of drinken. Soms is een klein gebaar een heel groot gebaar. En is geld niet altijd geld, maar kan je heel waardevol zijn. En kan je op die manier nog meer, nog waardevoller zijn dan geld zelf. En zeker in deze tijden. Vergeet niet, er is heel veel eenzaamheid, heel veel isolatie. Dus als je op de een of andere manier iets kan geven, hoe klein het ook is, dan is een gebaar voor een ander heel groot. Het idee erachter is veel groter. De mensen voelen zich geliefd omdat jij laat zien dat jij er voor ze bent, dat je ze niet vergeet. En dan geef je ze ook het gevoel dat ze niet alleen zijn. When I doubt, I choose to see peace. Als ik twijfel, dan zie ik vrede, dan zie ik rust. Bedankt voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Je mag dit filmpje delen. Je mag het liken. En als je het nog niet hebt gedaan, dan mag je ook abonneren. Tot de volgende keer. Namaste.